Super leuk in deze nieuwe video. Ik ben Tisbellen en vandaag heb ik buitenlandse snoep voor jullie. Ik heb hier een doosje met daarin allemaal buitenlandse snoep. Dus laten we het geluid proberen. Allereerst heb ik Snot Squeeze Candy in appelsmaak. Zo ziet het eruit. Het lijkt op een soort van gel. Oké, ik pak gewoon dit kleine druppeltje. Dat er nou dus uit is. Ja, het is gewoon groene appel. Ik ben er geen extreme fan van, maar dat komt meer omdat ik gewoon niet zoveel heb met groene appel. Dan hebben we Tony Chocoloni Dark Milk. En dit is een tiny ding. Oh, it's cute. Kijk. Hij is zo rond. Ja, gewoon chocola. Er zit een beetje tussen puur en melkchocola in. Dan hebben we Swissels Drumstick. Dit is weer net zo'n snoepje als die Airheads die ik laatst heb uitgetest. Zo ziet hij eruit. Een beetje geel met roze. En we gaan hem uittesten. Het heeft de structuur van Fruitella. En het smaakt een beetje naar persik framboos. Maar hij is wel goed gekeurd. Dan hebben we weer een tiny Tony Chocoloni, maar dan dark almond sea salt. Ja, hij is inderdaad donker. Het is eigenlijk gewoon als een pure chocoladereep, maar dan met hazelnoot. En gelukkig merk ik niks van sea salt, want sea salt en chocolade vind ik meestal gewoon niet lekker. Dan hebben we Frizzy Pezzy Lee Chewing Gum Cool Clicks Scoppy Tante Bubblegum Popping Gum met knetterkauwgom. Dit klinkt als van die popdingen, poprocks ofzo. Het zijn ook letterlijk poprocks zo te zien. Ik ga eerst gewoon zo proeven en dan kijken of jullie het kunnen horen. Dus ik heb er hier wat. Kun je het zo ook horen? Alleen het smaakt een beetje naar cola, dus ik snap niet helemaal waar de bubblegum vandaan komt. Dan hebben we nog een tiny chocololi, maar dan gewoon de milk. Nou, gewoon melk chocola. Niks bijzonders aan. En dan hebben we Dr. Candy Bubblegum Strawberry. Dat was die bubblegum. Je zou denken van het is een rol, maar er zitten al twee stukken los in. Maar de rest is wel een rol. Maar we gaan gewoon deze twee stukken los eten dan. She's waiting for love. Het heeft geen hele sterke smaak, maar je proeft al dat het aardbei is, dus hij is gewoon goed gekeurd. Dan hebben we nog Dermal Palats. Ja, ik had geen idee wat het is, dus we gaan hem gewoon. Dit lijkt ook op. Vroeger had je altijd van die sticks die een beetje als Fruitella waren, weet je wel. Maar dat is dit ook ongeveer. Hij is inmiddels gebroken door het openmaken. Het is hele sterke groene appel. Nee, bedankt. Niet nogmaals. De rest gooi ik gewoon lekker weg. En dan heb ik als laatste nog Hers Honey Cheese Flavored Curls. Zo zien ze eruit. Het zijn van die Cheetos dingen als je het goed ziet. Maar de nasmaak is honing. Maar hij is in ieder geval goedgekeurd. Als je deze video nou leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op belletje naast de abonneerknop. Zodat je nou melden van mij te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!